Hier ben ik weer. Ik ga vandaag ajam panggang maken. Dit is panggang maar met kipfilet. De ingrediënten voor dit gerecht is heel erg simpel. Wat we nodig hebben is kipfilet, eieren en aardappelzetmeel. Maar als jullie thuis geen aardappelzetmeel hebt, kun je ook gewoon bloem gebruiken. Dus, geen enkel probleem. Dat is gewoon doodnormale kip. Ik ga ze nu even spoelen onder water, want je weet maar nooit wat gebeurd is in de verpakking. Altijd hetzelfde, een beetje afdrogen. Kijk, de kipstuk is nogal dik. Dus ik ga eigenlijk de kip doormidden snijden. Eén keer doormidden is genoeg, goed genoeg. Moet ook niet te dun zijn, want als het te dun is, dadelijk als je frituurt, is het weer te droog. Wat ik nu ga doen is wat smaken toevoegen. Even goed laten marineren, ongeveer een half uurtje. En kijk, daar gaat hij. Dat is een beetje zout. Heel goed verspreiden. Maar ook niet te zout. Wat peper. Wat ik zelf altijd lekker vind is om een beetje oestersaus doorheen te doen. Daar is die. En een beetje van die kruidenolie zou ik zeggen. Kijk in een andere video voor hoe ik die kruidenolie maak. Ik zeg altijd, ik maak het. Ik vind met de thee erbij is het chiquer. Maar is niet goed. Ik ben Chinees. Zo, ik heb net wat olie er doorheen gedaan. En nu ga ik nog een klein beetje eroverheen doen. En that's it. Half uurtjes in koelkast doen. Ik geef jullie een tipje voor, om rijst te koken. Ongeveer zo'n cupje is wel genoeg voor één persoon. Als je je vinger insteekt, tot hier de rijst, de water tot hier ongeveer, evenveel. Dan is het voldoende water en dan ga je koken. Het koken doe je zo. Gewoon even met hoge vuur, laat ze warm worden, kookt. Kijk, omdat zo weinig rijst is, kookt die heel snel. Heel klein beetje olie erin. Echt een heel klein beetje. En dan doe je laag vuur. Na 10 minuutjes zo koken. En dan nog 5 minuten zo laten rusten. Dan is ongeveer een kwartiertje de tijd. Heb je een pan rijst. Ik heb nu weer een grote wok uitgehaald. En die gaan we vol gieten met frituurolie. Ik heb wat saus uit mijn diepvries gehaald. Want die saus heb ik eerder al gemaakt voor babi panggang. Die heb ik toen ingevroren. En als je weer opnieuw wil gebruiken, kun je dan altijd uithalen en opwarmen. Dat is nou de reden waarom ik elke keer in één keer zoveel saus eten maak. Heel veel gedoe om te maken, daarom is het beter in één keer veel maken en invriezen. Om te weten hoe die saus moet maken, kun je gewoon naar mijn andere video kijken. Die speciaal staat hoe je saus maakt. Ik heb eigenlijk 3 eitjes nodig. Ik heb dus nog eentje bijgepakt. En dan doe ik nu de aardappelzetmeel bij. Ga je gewoon zo goed mengen. Beetje iets dikkere korstje. Hoe meer je de bloem of de aardappelzetmeel bij, dan krijg je die korstje dikker. Je kan natuurlijk temperatuur meten met temperatuur meten. 185 graden ongeveer. Maar wij Chinees doen op gevoel. Ga ik eerst even zo testen. Oké, zie. Leg je hem erin. Nog een stukje erbij. Dit is genoeg voor 1 portie. Als dit drijft kun je, het betekent eigenlijk al gaar is. Dus die gaan we nu eerst uithalen. Die gaan we nu even uithalen. En dan de rest nog weer erin doen. Nog een tip, als je die nou in de olie gooit, moet je heel rustig erin gooien. Niet er bont in één keer. Gewoon aan de kant, zo rustig doen. Er gebeurt niks. Als je niet van de rare beweging maakt. Zo, hier heb ik nu een hele pan gefrituurde kip. Die kun je laten afkoelen en dan per postjes inpakken. En dan eventueel invriezen. En wanneer we gaan eten, ga je gewoon eruit. Ik kan nu direct één postje eten natuurlijk. Ja. En dan ga je gewoon 3 tegelijk erin doen, om dan krijg je mooie bruinlijke kleuren. En dat is ook belangrijk. Nu ga ik weer die olie opwarmen. Het moet heel heet worden. Ik heb gemerkt dat die saus een beetje dun is. Aardappelzetmeel. Klein lepeltje. Mengsel met gewoon koude water. Gewoon een beetje mengsel erin doen. Olie is goed. Nu ga ik even 3 stuks terug doen. Nu is een beetje 1. En als je denkt van die kleur vind ik al mooi genoeg, dan hou je ze uit. Zoals je weet bij panggang en ajam panggang, daaronder heb je altijd een beetje zurige groente. Dat is de atja. Ik heb gewoon kant-en-klare atja gekocht. Hoef je niet altijd alles zelf te maken. Ik doe een beetje rijst hierbij. Kijk. Kijk. Kijk, en nu ga ik wat saus eroverheen doen. Ik doe niet te veel erop. Misschien is de kip zo lekker dat je niet zoveel saus nodig hebt. Hier is het ajam panggang. Eet smakelijk. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Daag! Ga dan! Ik zei toch, tot de volgende keer! Ga! Bedankt voor het kijken. Wat een liefde van mijn YouTube kanaal.